Leuk. Ja. Ik begin met een heel cool technieuwtje. Blinde gebruikers van Facebook kunnen tegenwoordig ook alle vette kiekjes die je in je timeline ziet horen. Facebook heeft namelijk de app uitgebreid. Een functie is erbij gekomen die een foto in gesproken tekst omschrijft. Friends 937. Newsfeed. Lindsay Russell updated her cover photo. Yesterday at 10:29 p.m. This image may contain outdoor, cloud, foliage, flat, tree. This image may contain six people. Child. Close up. Like. One or more people. Jewelry. Smiling. 19 likes. 3 comments. Aww. Like. Now I can see the picture in my head. Like, yeah, you shouldn't have been that close up. Like, now I can say it. Like, I love it. You have no idea. This is amazing. Nou, een hele coole functie is het, zogenaamde Automatic Alternative Text heette die functie. Maakt gebruik van software waarmee blinden dus kunnen horen wat er op hun scherm staat. En tot nu toe werd er wel bij zo'n Facebook-foto gemeld dat er een foto is geplaatst, maar niet wat erop staat. Update, die gaat de gebruiker vertellen wat er op de foto te zien is. Voorlopig alleen Engelstalig, maar wel een hele coole nieuwe functie. En dan een nieuwe hit op internet, The Trans Family. Gaat om een vader, James Lyness, komt uit Ierland. 3 dochters heeft hij, normaal gesproken, ja, houden ouders hun kroost een beetje stil in de auto door een cd'tje van K3 of One Direction op te zetten. Maar James is anders. Ja, dit zijn dus zijn tripjes door het Ierse landschap heen. Hartstikke leuk. En wat blijkt, die filmpjes die hij hiervan maakt zijn populair. En als je maar vaak genoeg dit soort trance-filmpjes online zet, dan zou het zomaar kunnen dat een van de makers van de muziek reageert. Where you going, man? 1, 2, 3, 4. Woo! Uber! Ja, Armin van Buren, liefdevol opgenomen in de Trans Family. Dan, heel even terug naar gisteren. Toen had ik het zijlinks een beetje over het kapsel van Leontien. Afgelopen weekend tijdens de musical Sky. En natuurlijk, het kan zijn dat ik haar een heel klein beetje, maar vergeleken met een lama zou kunnen. Sorry, was niet mijn bedoeling. Maar het is niet zo'n hele gekke gedachte, want uiteindelijk lijkt iedereen wel een klein beetje op een lama. En daarom Looking Like a Lama, de BN'er editie. Nou, daar gaan we dan. Beginnen met de eerste. Patty Bras lijkt echt extreem veel op een lama als je de lama ernaast zet. Kijk, echt sprekend is dit. Maarten van Rossum, heb ik even opgezocht, lijkt ook superveel op een lama. Kijk, daar gaat hij, Maarten van Rossum. Ja, ik vind hem sprekend. Deze is ook mooi, Umberto Tan. Dat ben jij, Umberto Tan, lijkt heel erg op deze kale lama. Ja, ik vond hem goed passen. Frank Rijka, dit is echt ongelooflijk hoeveel hij... Dit zie je meteen natuurlijk. De volgende, dat is Floortje Dessing natuurlijk. Altijd op reis in haar natuurlijke habitat lijkt zij inderdaad heel veel op een lama. En als je dan doorgaat naar de volgende, dat is Jeroen Pauw. Nou, dat zien we allemaal natuurlijk. Hè. Die lijkt echt extreem veel op een lama. Ja, dit is echt sprekend. En dan heb ik nog Typhoon, de rapper Typhoon. Dat is echt ongelooflijk hoeveel die lijkt op een lama. En tot slot, en deze ga je echt niet geloven, Jan Versteeg, die vaak de gast bij RTL Late Night, lijkt... Hij is een lama, hij is een lama. Goed, viral van vandaag. Dit is de meest theatrale hond ever. Schitterende val. En nog meer honden. Dit is de hond met het meeste ritmegevoel ooit. Ja, en hij danst nog steeds. Goed nieuws dan voor de ouders van kleine Max. Die gaan namelijk trouwen en Max mag de ringen komen brengen. Het is alleen de vraag of kleine Max het zelf al ziet zitten. En hier met je ring. Ja. We gaan naar de meest ongelukkige turner op aarde. Kijk, daar rent ze. Rennen. En weg carrière. Oh, ja. En dan de dapperste peuter ooit. Four. Ready, go. Doe een forward roll off of it. Oké. Okay. Ja, het is een foam pit, hè. Niks aan het handje. En tot slot dan van dit korte blokje. De geit met grootheidswaanzin. Lucky Kink!